Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 22 maart van Weerplaza. Een hoogdrukgebied boven Rusland bepaalt voorlopig het weer in onze omgeving. Het zorgt voor een oostelijke stroming, aanvoer van droge lucht. Dat betekent dat er nauwelijks wolken ontstaan. De zon schijnt de hele dag onafgebroken. Vanmiddag ligt de temperatuur tussen de 7 graden in Groningen tot 10 in het zuiden van het land. De oostelijke wind is matig tot vrij krachtig windkracht 4 tot 5 en maakt het voor het gevoel kouder. Vanavond ligt de temperatuur tussen de 3 en de 6 graden. De wind waait onverminderd door. Het is vrij helder. In de nacht naar maandag gaat het op sommige plaatsen licht vriezen. Maandag wordt het opnieuw maximaal 10 graden. Er staat wel minder wind dan vandaag, daardoor voelt het aangenamer aan. En ook morgen ziet het er prachtig uit. De dagen daarna, ook zonnige en droge lentedagen met een oostelijke wind. Wel neemt de wind iets in kracht af. Het wordt overdag maximaal 10 graden, maar de nachten zijn koud met 2 tot 5 graden vorst. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza en ik wens u een fijne dag.